eerste en laatste christenen. De eerste christenen vormden maar een klein groepje mensen. Daar waren de discipelen van Jezus met enkele vrouwen. Op het eerste gezicht geen groep die met de tegenstand van de Joden ook maar iets konden bereiken. Dat dachten zij zelf eerst ook. Zij waren heel gewone mensen, meest Galileërs. En ze hadden niet gestudeerd en waren niet rijk. Ze hadden wel de hele tijd gezien wat Jezus deed. Ze waren er zelfs een keer op uitgestuurd om hetzelfde werk te doen. En dat was tot hun verbazing goed gelukt. Maar nu zonder hem beginnen? We denken verkeerd als we menen dat die eerste christenen, de volgelingen van Jezus, een groepje onontwikkelde en arme mensen waren. Kort na de geboorte van Jezus was er een karavaan uit het oosten gekomen om hem koninklijke eer te bewijzen en rijke geschenken te geven. Verder was zijn oom, Jozef van Arimathea, een schatrijke metaalhandelaar met een belangrijke positie in het Romeinse Rijk. Jezus heeft vrijwel zeker met hem bootreizen gemaakt naar de Britse eilanden, waarvan het beroemde gezang van de Britten nog steeds getuigt. Misschien bezochten ze zelfs Amerika, waar Salomo veel van zijn rijkdommen had gehaald. Pas na de uitstorting van de Heilige Geest durfden de eerste christenen in het openbaar getuigen van hun geloof. En daar gingen ze ondanks de vervolging door de Joden mee door. Ze getuigden niet alleen, ze waren ook echte getuigen van hetgeen er gebeurd was. Bovendien was hun leven in overeenstemming met hun woorden. Daarmee waren zij werkelijk getuigen. Het was aan hun leven te zien dat ze gelovigen waren. Dat was de reden dat velen zich bij hen aansloten. Het begon met een klein groepje discipelen en vrouwen. Maar het breidde zich snel uit en het bleef niet beperkt tot Judea en Galilea. Het ging steeds verder, ondanks de vervolgingen. Misschien is het beter te zeggen dat het gebeurde dankzij de vervolgingen. Want de eerste christenen trokken weg uit de plaatsen waar ze vervolgd werden en vertelden het evangelie in de plaatsen waar zij kwamen. Daar kwamen weer anderen tot geloof. Er ging wat van hen uit. Er ging veel van hen uit. Ze hadden geen evangelie, geen brieven van Paulus. Er waren geen belijdenisgeschriften en geen kerkregels. Er waren geen evangelisatiebladen, nee, geen folders. Er was zelfs geen organisatie die hen zond. Het kwam helemaal aan op het persoonlijke getuigenis en het persoonlijke leven. Er ging iets van hen uit. Zij waren echte christenen. Wat is de situatie nu? Vele christenen geloven dat we in de eindtijd leven, dat de Heer Jezus spoedig kan terugkomen. Er is veel christelijke lectuur en er zijn ontelbaar veel christelijke kerken en andere organisaties. Er zijn in de loop der eeuwen vele regels opgesteld en men blijft maar organiseren. Iemand die in de kerken het woord brengt, heeft daarvoor een universitaire studie gevolgd en dient dan ook nog eens officieel te zijn aangesteld. Er worden miljoenen Bijbels verspreid, soms zijn dat alleen maar Nieuw Testamenten of afzonderlijke evangeliën. Het grootste deel van de Bijbel wordt verwaarloosd en soms ook als waardeloos beoordeeld. Het is echter wel het woord van God dat de eerste christenen gebruikten en dat het hun levenshouding bepaalde.
tijdens de kerkhervorming ging er ook kracht uit van het vernieuwde christendom. Velen werden vervolgd, gemarteld en gedood. Maar ook in die tijd gold het gezegde: het bloed der martelaren is het zaad der kerk. Uit de drang naar vrijheid op godsdienstig en politiek gebied is het Nederlandse volk ontstaan. Wat gaat er nu van de christenen uit? Op kerkelijk gebied kan dat niet veel zijn, want er is nergens zoveel verdeeldheid. Op religieus gebied staat de islam dan ook sterker dan het christenheid, hoewel ook onder de moslims vele groeperingen bestaan. De moslims zijn consequent wat hun geloof betreft en komen ervoor uit. Christenen schijnen te denken dat ze zich aan de maatschappelijke toestanden moeten aanpassen. En daarom zijn zij dikwijls niet herkenbaar. Gelukkig zijn er ook christenen die wel goed voor hun geloof uitkomen. Er zijn bedrijven waar gebedsgroepen bijeenkomen om voor het bedrijf en vooral voor de mensen die er werken te bidden. Er zijn mensen die geregeld bij elkaar komen om voor ons volk te bidden. In sommige kerken wordt geregeld gebeden voor land en volk, regering en koningshuis. Er zijn zelfs groepen die op grond van de profetieën bijzondere dingen voor ons land verwachten. Wat verwachten zij dan? Vlak voor de hemelvaart vroegen de discipelen, waarschijnlijk op grond van wat hun onderwezen had over het koninkrijk Gods, of hij, Jezus, in die tijd het koningschap voor Israël zou herstellen. Andere vertalingen geven het koninkrijk aan Israël weer om deze weder op te richten. Het gaat dus over het koningschap of koninkrijk. In het Grieks is dat één woord. En over het herstellen of weder oprichten aan Israël. Het koninkrijk en Israël. Velen denken bij het koninkrijk aan een kerk of de kerk. Ze begrijpen dat hun kerk een beetje te beperkt is en denken dan bij de kerk aan alle gelovigen samen. Het is logisch dan dat men ook denkt dat het gaat over Israël, dat de kerk gevormd wordt door het volk van God. En dat is natuurlijk Israël. De Joodse staat Israël vormt dan een probleem. Die is er in 1948 plotseling bijgekomen. Vanaf die tijd gebruikt men dan ook de namen Israëlieten en Joden als synoniemen door elkaar. Dat is echter in strijd met het Bijbels gebruik van die namen. De naam Joden is afgeleid van Juda en Juda was één van de stammen van Israël. De naam Joden wordt gebruikt in en na de Babylonische ballingschap en geldt dus niet voor het hele volk Israël van de 10 stammen en het volk Israël tot de scheuring van het rijk van Salomo na diens dood. In de tijd van de Heer Jezus woonden de Joden in Judea en de Galileërs in Galilea. De eerste christenen waren Galileërs, hoewel ze in het algemeen spraakgebruik ook wel Joden werden genoemd. Zo wordt er zelfs eens gezegd dat de Joden onder Mozes uit Egypte trokken en onder Jozua zich in het beloofde land vestigden. De huidige Joden zijn geen volk, maar een godsdienst. In de staat Israël is ook goed te merken dat het een mengvolk is en geen etnische eenheid. Gezien het gesprek van Jezus met zijn discipelen moeten we voor de vervulling zoeken naar de etnische volkeren van Israël der 12 stammen. Via onze website is daar veel over te vinden. De eindtijdchristenen. Steeds meer christenen voelen zich niet meer thuis in een kerk. Sommigen blijven toch maar naar de kerk gaan, komen uit traditie en anderen zeggen hun lidmaatschap of blijven maar gewoon weg.
Dat betekent niet dat ze niet meer geloven. Maar ze worden niet meer gevoed in het geloof. Lege en maar halfvolle kerken zijn geen reclame voor de kerk. En pogingen om allerlei moderne middelen of methoden die beter aansluiten op waar speciaal de jeugd zich bij thuis voelt, kunnen even helpen. Maar toch worden telkens weer kerken gesloten. Als we in de Bijbel lezen wat er staat over de tijd vlak voor de wederkomst van Messias Jezus, en dat de vergelijking met de tijd van nu met de globalisering en de wereldwijde aanval op het christendom, dan komen velen tot de conclusie dat we werkelijk in de eindtijd leven. De aanval op het christendom komt door de radicalisering van andere godsdiensten als de islam, het jodendom en de oosterse godsdiensten, maar ook door innerlijke verval, wat vooral plaatsvindt door infiltratie van ongeloof door theologen die erkennen dat ze zelf nauwelijks nog geloven. De Bijbel schrijft over de eindtijdafval. Dit moet er zijn, opdat zal blijken wie echt gelovig is. Het christelijk geloof is het sterkst als het in de minderheid is en vervolgd wordt. Wat dat betreft gaan we misschien de goede kant uit. We moeten ons niet aanpassen aan de wereld en proberen een meerderheid te vormen. Een meerderheid heeft meestal niet gelijk. Ook in de internationale politiek is het maar een kleine minderheid die meent de touwtjes in handen te hebben en dat dan propageert als democratisch. De ware gelovigen kunnen een kleine minderheid zijn of worden. Maar als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? In Jezus Christus zijn wij dan meer dan overwinnaars. Halleluja. Amen.